Voor Peter Leeuwenburg was het dinsdag, een week na zijn verjaardag, goed nieuws. De 21-jarige doelman verlengde zijn contract bij Ajax tot medio 2018. Ik denk dat ze heel veel vertrouwen naar mij uitspreken. Dat voel ik. Dat voel ik ook op het veld. Dat voel ik nu met het contract. Als Ajax een mooi contract wil aanbieden voor nog 3 extra jaar, ja, dan lijkt mij dat je dat altijd wil doen. Is het een beetje extra speciaal ook als je kijkt naar de laatste periode voor jou, een periode met veel blessure leed? Is het dan extra bijzonder dat dit het moment is om je contract te verlengen? Ja, we waren al wel eigenlijk in december of januari erover eens dat we zouden gaan verlengen. Het heeft wel eventjes geduurd, maar ik ben echt blij dat ze ondanks de blessure wel altijd vertrouwen hebben gehouden en nu nog steeds willen verlengen. Al enkele maanden houdt zijn schouderblessure Leeuwenburg aan de kant. Na een lastige periode is hij inmiddels zo'n 1,5 maand terug op het trainingsveld. Het is eigenlijk kan ik nu ballen vangen, dat kan altijd. Rustig duiken kan altijd. Maar het is echt nog ballen in de uiterste hoek die ik met één hand moet pakken. Dat is nog wel eens lastig. Hoe zie je dat voor de komende tijd? Hoe is het vooruitzicht? De schouder is op dit moment erg goed. Hij is eigenlijk nog niet zo goed geweest als vandaag en als gisteren. Dus ik hoop eind deze week een volledige keeperstraining mee te doen. En dan misschien binnen een aantal weken weer een groepstraining. Of er dit seizoen nog wedstrijdminuten in Jong Ajax zullen volgen is de vraag. Als dat niet lukt, richt Leeuwenburg zich op volgend seizoen. En het is duidelijk dat de concurrentie onder de keepers in Amsterdam erg groot is. Ik weet dat als ik fit ben dat ik gewoon de derde man ben achter Jasper en Diederik. En daar maak ik me ook niet zo druk om. De rolverdeling is altijd duidelijk geweest. Jasper is altijd de eerste. Hij doet het ook hartstikke goed. Diederik tweede, prima. En ik ben de derde. Dus ja, dat is heel duidelijk. En voor mij is het gewoon belangrijk om dit jaar... Ja, was het om veel minuten te maken. Ja, dat is door die schouderblessure helaas een beetje tegengevallen. Maar het is gewoon duidelijk. En ik ben er niet bang voor. Dus ik denk, als Jasper ooit nog weggaat... dat ik wel een van de kandidaten ben om hem op te volgen. En hoe zie je dat voor komend jaar? Stel Jasper blijft en jij blijft derde man. Is natuurlijk weer het doel om veel minuten te maken. Is dat dan bij Jong Ajax? Of zou verhuur misschien nog een optie zijn? Ja, dat is een optie. Dat kan. Daar gaan we binnenkort over praten. En dan gaan we kijken wat de beste oplossing is.